Dames en heren, hier is Replay! Het is tijd voor de première van Als je iets kan doen. Zeven jaar geleden kwam hij krachtdadig tot bekering toen hij samen met zijn vriend het zondagsgebed bad. En toen zei ik tegen hem, hey, ik heb gehoord van een aantal vrienden van ons, van dat jij naar de kerk gaat, je bent bekeerd, je hebt je hart aan de Heer gegeven en zo. En ik vertelde hem toen van dat ik daar best wel verbaasd over was, omdat ik zag hem niet zo. En hij vertelde mij toen van als je het moment dat jij je hart aan de Heer geeft, ga je zien wat voor verandering en wat voor impact dat in je leven gaat brengen. En toen ben ik bij hem thuis geweest en we hebben toen het zondagsgebed met elkaar gebeden. En dat was eigenlijk het moment dat ik toen besliste van, ik wil mijn hart aan de Heer geven, weet je, want ik wil mijn leven echt weer op de rails zetten en ik wil vooral veel rust in mijn leven hebben. En ik moet eerlijk bekennen, van sinds ik dat heb gedaan, is er ook echt een grote verandering in mijn leven plaatsgevonden. Dat was nou bijna 7 jaar geleden. Ja. En dat was ook de eerste keer dat jij het zondagsgebed bad in je leven. Ja. En wat voor verandering bracht dat dan in jouw leven? Ik merkte ten eerste van dat ik langzaam begon ik anders te gaan denken. Ik begon bepaalde dingen anders te bekijken, anders te benaderen. Ik begon me ook anders te voelen in mijn binnenste, in mijn geest. En ik vertelde dat toen ook na een tijdje tegen Errol. En toen zei hij tegen mij van, zie je wat ik je toen zei? En dat ging zo verder. En ik merkte toen ook aan bepaalde mensen die mij tegenkwamen van, dat ze tegen mij zeiden van, ik weet niet, er is iets aan jou verandering. Er hangt een bepaalde rust over jou. Hmm. En toen zei ik ze van, ja, dat is onze lieve Heer, weet je. En toen legde ik bepaalde mensen ook uit, weet je, van hoe het is gekomen van dat ik tot bekering ben gekomen. God zegt, wie mij zoekt zal mij vinden en die mij vindt, vindt het leven. Ik ben ook enorm dankbaar voor jouw vriend die eigenlijk jou gebracht hebt tot dat punt om jouw leven over te geven aan de Heer Jezus. En wat ik ook mooi vind, om dat zondaarsgebed te bidden. Want dat heeft eigenlijk toch die overgave gebracht en dat je een verandering in je leven hebt meegemaakt. Nu weet ik dat er ontzettend veel mensen kijken van hele verschillende lagen van het volk. Ook andere zangers, ongetwijfeld. En ik zou jou een kort moment willen geven om die mensen toe te spreken wat in je hart is. Ga je gang. Ja. Wat ik zou willen meegeven aan de luisteraars die nu op dit moment aan het kijken zijn. Ook aan hen die het misschien niet kunnen zien. Zoals hoe de Heer op mijn leven en in mijn leven een grote verandering en een grote impact heeft gebracht. Zou ik ook willen zeggen van het maakt niet uit wie je bent of wat je bent. Het maakt niet uit of je, al ben je ziek. Het maakt niet uit of je gebukt gaat onder grote of zware problemen. Het maakt niet uit of je in wat voor een moeilijke situatie je bevindt. Zoek je hulp niet bij mensen, maar zoek je hulp bij de Heer. Want Hij is je helper en je raadsman. En God komt nooit te laat. Als je hulp zoekt en je wil een verandering in je leven laten plaatsvinden, zoek je hulp vooral bij God. Hij zal altijd voor je klaarstaan. Want God zegt in de Bijbel, ik hou van je.